Want we proberen even een fiets te bemachtigen om uit te fietsen. Ging het voor de sixpack naar de sportschool? Het zal nog wel een flinke klus worden, want volgens mij is het heel het peloton in de sportschool. Maar ja, we kunnen onze elleboog gebruiken toch? Lies, kan jij even vertellen waarom je zo op je tenen aan het armzalig bent? Loop? Ja, ik heb gisteren mijn hielen bevroren. Dus het voelt een beetje alsof ik mijn hele hielen aan de onderkant brandblaren zijn. Dus het, ja, daar ga je liever niet op staan. Als iemand nog tips heeft tegen bevroren hielen, tell me. Ja, we zijn dat gewoon niet gewend. Min 20. Maar het is wel een hele ervaring. Zoveel meegemaakt ook. Als je verhalen, inside stories wil weten, app Merel. Ze appt altijd terug. Maar en, eerst fietsen. Eerst even fietsen. Zorgen dat we weer topfit zijn voor morgen. Ja, maar dat doe je volgens mij wel altijd. Ja. Oké. Okay. Nou, morgen gaan we beginnen. Zoals je gezien hebt, zat de sportschool echt helemaal vol met schaatsers. Dus dat, ja, dat is top. De sportschool stelde dat beschikbaar aan ons. Goed geregeld. We gaan nu weer terug naar het huisje. Dan gaan we natuurlijk even Jelp, Koen en Kai aanmoedigen op de 1000 meter. En dan gaan we even lunchen en vanmiddag gaan we even Fika tijdje doen. Met een geweldige race. Gaat hij door? Hij gaat naar 1. Zo, 99. Zo. En hij krijgt een heerlijke kruising met Pauta. Ah, dit is mooi. Nou, we doorrijden. Wat gebeurt hier? Oh, doe nou! Laten we hem stoppen. Geef hem eruit. Hij zit erop. Hij zit erop. Kom op. Oh, hij kan het, hij kan het. Hij kan kom, het. Jongen. Kom op. Kom op. Steek die poot. Ja, ja, ja. Yes, 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 yes. Yes, yes. Oh, yes. Ja, maar ja. We hebben Monopoly Deal gespeeld en we gaan nu weer op weg naar ons huisje. Morgen hebben we de vierde Grand Prix wedstrijd alweer. Het is een soort van criterium, 40 kilometer in totaal. Start om 11 uur en de temperatuur is een stuk aangenamer dan
twee dagen geleden. We hebben er weer zin in. We voelen ons fit. Zoe heeft ons weer goed behandeld. Dus dat is altijd fijn. Vanavond gaan we hopelijk het Noorderlicht nog even spotten. Ze zeggen dat er 70% kans op is om het te zien. Dus dat zou leuk zijn. Vond je deze video leuk? Doe dan even duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal.